Het Directoraat Nationale Veiligheid, de DNV, waarschuwt de burgerij in een persbericht voor oplichters en bedriegers. Het is de laatste tijd wel eens voorgekomen dat de malafide personen valse profielen van onder meer beleidsmakers aanmaken. In het persbericht zegt het DNV dat hoogwaardigheidsbekleders burgers niet zullen bellen of appen voor giften of geschenken. En als het gebeurt, dan kan dat nagetrokken worden bij het kantoor van de desbetreffende persoon. Het directoraat roept de samenleving op om bij het ontvangen van berichten met dreigementen de politie onmiddellijk in te schakelen. Verspreid het bericht niet verder via social media, zoals Facebook en WhatsApp, aangezien dit voor onrust zorgt binnen de samenleving, benadrukt het DNV.